Optisch apparaten. Waar moet je aan denken? Nou kijk, misschien heb je zelfs wel een optisch apparaat op, maar er zijn nog meer. Let maar op. We gaan eerst weer eens kijken naar ons potlood, een positieve lens en een scherm erachter. Maar je ziet, het potlood is niet scherp afgebeeld. Dat betekent dus dat de afstanden niet correct zijn. Nou, daar kunnen we voor helpen door de lens een beetje te verschuiven. Zo een beetje die kant op en ja, kijk, nu heb je een mooi scherp beeld. Dit principe wordt ook gebruikt bij een fotocamera. Ja, het potloodje staat voor de positieve lens wat in de camera zit. En aan de achterkant van de camera wordt een beeld gevormd. En als het beeld niet scherp is, dan moet je het scherp stellen door de lens een beetje te verschuiven. Ja, door te draaien aan deze knop verschuif je de lens een beetje naar achteren of naar voren. En dan krijg je een scherp beeld. Dat scherp beeld wordt geprojecteerd op, vroeger was het een fotofilm, maar tegenwoordig wordt geprojecteerd op een beeldchip. Ja, die is behoorlijk klein, dus niet denken dat het beeld zo groot is. Nee, het zijn altijd maar ontzettend kleine beeldjes, want de beeldchip is ook ontzettend klein. Goed, als nu het potlood dus verschuift naar voren of naar achter, moet dus de lens ook worden bijgesteld om iedere keer een scherp beeld te krijgen. Maar wat nu? Als ik niet één potlood heb, maar twee potloden heb. En ja, als je ze nu beiden wilt scherp hebben, dan wordt het een probleem. Want de één kun je wel scherp stellen. En de ander, ja, die zal dan onscherp zijn. Want je kunt de lens niet op twee plekken tegelijk hebben. Nou, dit krijg je ook met normale foto's. Je ziet hier een voorbeeld. Twee kinderen. En de ene is wel scherp afgebeeld, maar de ander dus niet. Dit wordt genoemd het scherpte-dieptegebied. Ja, op welke afstand moeten twee voorwerpen staan om beide nog scherp op de foto te krijgen? Nou, dat is variërend, want let maar eens op. Kijk, dit zijn twee foto's van dezelfde situatie. En het is duidelijk dat in de linker situatie ja, een heel groot gebied nog scherp kan wezen. Ja, je hebt een groot scherptegebied, terwijl in de rechter situatie ja, eigenlijk alleen maar nou, de eerste twee verfpotten scherp zijn. Maar de rest is al minder scherp. Dus daar heb je een klein scherptegebied. Hoe kun je dit nu aanpassen? Nou, dat wordt gedaan met, kijk, hier is getekend, deze twee groene stukjes, met het diafragma. En diafragma, dat is dus eigenlijk een gat aan de voorkant. En die regelt hoeveel licht er in de kamer komt. En dit heb je al een keer eerder gezien. Ja, herinner je het nog? Het oog. De pupil in het oog. Die regelt ook hoeveel licht er in je oog terechtkomt. Ja, veel licht, dan een grote pupil, dan heb je maar weinig licht nodig, dan wordt die pupil automatisch een stuk kleiner. En dat wordt dus ook met diafragma gedaan. Ja, let maar op, nu is een groot stuk, maar diafragma kan ook kleiner worden gedaan, zodat er weinig licht in komt. Ja, dus een klein diafragma, dat betekent dat er maar weinig licht binnenkomt. Maar het voordeel is wel dat je daardoor een groot scherptegebied krijgt. Dus in dit geval, in de linker situatie, is dus gebruik gemaakt van een klein diafragma, want je hebt een groot scherptegebied. En in de rechter situatie, een klein scherptegebied, dus betekent dat een groot diafragma is geweest. Ja, behalve verschil tussen het scherptegebied is natuurlijk wel klein diafragma, betekent dat je maar weinig licht hebt. Dat betekent dat je een wat grotere belichtingstijd nodig hebt dan bij het groot diafragma. Goed, nog even naar die beeldchip. Ja, die beeldchip dat is dus op de achterkant van de camera, eventjes een beetje uitvergroot. Ja, en daar wordt dus het beeld vastgelegd in een digitale manier. Ja, zo'n beeldchip bestaat in feite uit heel veel kleine hokjes. En ieder hokje kan of donker of licht zijn. Zodat je dus er een beeld kunt vormen. Ja, en zo krijg je dus een prachtig mooi beeld opgebouwd uit pixels. Ja, één zo'n vierkantje, dat wordt een pixel genoemd. En verder inzoomen kan in feite niet. En dat betekent dus dat het aantal pixels die bepaalt hoe nauwkeurig je een beeld kunt vastleggen. En die nauwkeurigheid, het totaal aantal pixels, dat wordt resolutie genoemd. En als je dus minder pixels hebt, ja, dan zul je dus een grover beeld kunnen krijgen. En die resolutie ben je vast wel eens tegengekomen bij
je eigen camera. En dat staat ook hoeveel megapixel is de camera. En dat duidt dus op hoeveel resolutie, wat de resolutie is van de beeldchip welke in jouw telefoon zit. Een ander optisch apparaat zie je hier, het vergrootglas. We kijken er even naar. Nou, dit is een tekst en die wil ik vergroten, dus daarvoor heb je vergrootglas of een loop. En je ziet nu van bovenaf door het vergrootglas naar de tekst. En op deze manier is het dus gedaan. Hè? De tekst is hier, vergrootglas erboven en je kijkt van boven door het vergrootglas naar de tekst. Maar de tekst is niet scherp. En om die scherp te krijgen moet de loop of vergrootglas op een minimale afstand van papier zitten. Dus ik laat de loop naar beneden zakken en dan krijg je een scherp beeld. Je kunt hem nog verder naar beneden laten zakken, ja, en dan krijg je dus nog steeds een scherp beeld, alleen het wat minder vergroot. Je krijgt wel meer te zien trouwens. Dit even schematisch bekeken. Ik heb hier een voorwerp, die staat voor de loop of vergrootglas, positieve lens. Twee brandpunten heeft die lens natuurlijk. En je kunt nu het beeld construeren van het voorwerp. Ja, lichtstraal door het midden van de lens, lichtstraal evenwijdig aan de hoofdas, die gaat door het brandpunt heen. En dan ontstaat het beeld daar waar de beide lijnen elkaar snijden. Dit beeld is natuurlijk alleen zichtbaar als je er een projectscherm neerzet. Maar om bij een vergrootglas het beeld te kunnen bekijken, dan kijk je door de lens heen en ja, dan zie je daar geen beeld. Ja, je ziet misschien wat wazig het voorwerp zelf, maar het beeld niet. Oftewel, hè, je kijkt nu door de lens heen naar het voorwerp aan de andere kant, maar je ziet het vaag. Wel, om dat wel goed te krijgen, moet dus de afstand tussen de lens en het voorwerp verkleind worden. En we laten dit keer het voorwerp heen verschuiven en we laten het staan tussen het brandpunt en de lens in. Dus hier tussen moet het ergens komen te staan. We gaan het beeld construeren. Dus weer lichtstraal door het midden van de lens, lichtstraal evenwijdig aan de hoofdas door het brandpunt. En dan zie je dus dat er geen snijpunt is aan de rechterkant. Dus aan de rechterkant van de lens krijg je ook geen beeld. Waar komt het beeld dan wel terecht? Of waar is dan wel het snijpunt? Nou, dat ligt daar. Ja? Niet een echt snijpunt, maar als je de lichtstraal denkbeeldig doortekent, dan krijg je dus daar het snijpunt en krijg je daar dus een denkbeeldig beeld. En dat kun je vergelijken met het spiegelbeeld. Ja? Je kijkt door de spiegel heen en dan zie je achter de spiegel zie je een beeld. Ja, het is er niet echt en we noemen ze het beeld ook een virtueel beeld. Nou, dat gebeurt er dus. Hè? Je kijkt door de lens heen en dan zie je een lichtstraal en het lijkt alsof die lichtstraal uit het virtueel beeld komt. In werkelijkheid komt het natuurlijk vanaf het voorwerp. Ja? En dit is hoe een loop werkt. Nog even een animatie hierover. Je ziet dat hier is het voorwerp. Het voorwerp staat tussen de lens en het brandpunt in. En dit is nou het virtuele beeld. Ja, je ziet hier inderdaad een lichtstraal door het midden heen en een lichtstraal evenwijdig aan de hoofdas door het brandpunt heen. Je ziet ook meteen dus dat je best buiten de lens mag tekenen. En deze twee lichtstralen die snijden elkaar dan daar precies. Ja, dit is een andere hulplichtstraal, die hebben we niet behandeld. He, die laten we eventjes achterwege. Goed, we laten nu het voorwerp eventjes veranderen. Ja, en je ziet als ik hem dichter bij de lens breng, dan wordt het virtuele beeld kleiner en kleiner. Ja, nog wel steeds vergroot. En als ik hem naar links toe breng, dan wordt hij groter en groter. Ja, totdat ik mijn voorwerp in het brandpunt neerzet. En als ik hem in het brandpunt zet, dan zie je dus dat ze hier evenwijdig zijn. Ja, dus geen snijpunt. En laat ik hem verder die kant op gaan, dan krijg ik hier wel een snijpunt. En dan krijg ik dus hier weer gewoon een normaal, nou ja, wat heet normaal, hè, een reëel beeld wat je op een scherm kunt vastleggen.
Dus een positieve lens kun je gebruiken als vergrootglas en dan kun je van alles en nog wat vergroot zien. In feite heb je min of meer een microscoop, maar een microscoop die bestaat uit twee lenzen. En hoe werkt dat? Nou, eventjes hier. Ik heb een kever, behoorlijk klein, die wil ik vergroten. En wat je met een microscoop dan krijgt, is dat je eerst een lens gebruikt. En de eerste lens wordt een objectief genoemd. En dat objectief wordt zo gedaan dat je een reëel beeld krijgt van de kever. Dat betekent dus dat deze kever, ja, die ligt verder van de lens af dan het brandpunt. Want anders zou het een vergrootglas zijn. Nee, dit wordt een normale lens, oftewel, ik krijg een gewoon beeld. Als ik hier een scherm neer zou zetten, zou ik op het scherm een beeld krijgen van de kever, maar wel omgekeerd. Wat er nu gebeurt is dat je een tweede lens doet. Ja? En die tweede lens, dat wordt mijn vergrootglas, dat wordt mijn loop. Dat betekent dus dat het beeld van de kever, deze, die zit nu binnen de brandpuntsafstand van deze lens. He, dus de brandpuntsafstand is bijvoorbeeld daar ergens. Oftewel, dit is mijn nieuwe voorwerp voor de loop. En die loop, ja, we noemen de eerste, wordt het objectief genoemd. En de tweede lens, die wordt het oculair genoemd. En dan zie je door de loop, kijk je heen en dan zie je het ontzettend vergrote beeld van dit beeld van de kever. Dus ik heb een kever, die wordt afgebeeld hierheen. En dit beeld wordt het nieuwe voorwerp en dat bekijk je via een vergrootglas. En dan krijg je dus een nog vergroter beeld. En op deze manier krijg je een microscoop. Microscoop heb je ook altijd twee lenzen. Ja, je hebt hier een lens, dat is het objectief. Je hebt hier een lens, dat is het oculair. En je ziet, je hebt hier meerdere objectieven. En je kunt kiezen tussen welke van de drie gebruik ik. En alle drie hebben weer een aparte vergroting. Zodat je dus kunt kiezen hoe groot je het wilt hebben. Een andere variatie hierop is de telescoop. Ja, eventjes lekker naar de maan kijken. He, je ziet de maan al zo mooi, maar als je hem nog dichterbij wil bekijken, heb je een telescoop nodig, zodat je de details ook goed kunt bezien. Nou, hoe werkt de telescoop? Eventjes in het kort. Een telescoop heeft ook twee lenzen. Het licht van ver voorwerp komt natuurlijk evenwijdig aan. En dat licht dat valt dan op de eerste lens. En net zoals met de microscoop heet die eerste lens de objectieflens. Het licht gaat er doorheen en dan komt het op de tweede lens. En de tweede lens heet de oculair lens. Nou, let op wat er nu voor bijzonders is. Het komt hier evenwijdig op de lens. Betekent dus dat hier het brandpunt is van het objectief. Maar je ziet ook dat de lichtstralen hier weer evenwijdig uit de lens komen. Oftewel, bij een telescoop is het zo dat hier het brandpunt van het objectief samenvalt met het oculair. Ja, dus hoe moet je deze twee lichtstralen, of sorry, deze twee lenzen neerzetten? Die moeten zo worden neergezet dat het brandpunt van deze lens samenvalt met het brandpunt van deze lens. Hè, oculair en objectief. En op deze manier komen de lichtstralen weer eruit, evenwijdig naar het oog. En wat is nou zo handig dat het evenwijdig in het oog komt? Dan is het zo dat het oog ontspannen naar het voorwerp kan kijken. Want als het oog ontspannen is, is de ooglens ongeaccommodeerd en betekent dat het ingesteld is op een oneindig ver voorwerp. En dat gebeurt dus hier ook zo. Oftewel, met deze opstelling kun je dus zonder hoofdpijn langdurig gebruik maken van de telescoop. Nou, in plaats van een telescoop gebruik je normaal een verrekijker om naar leuke dingen te kijken. Maar als je een telescoop zou gebruiken, dan zou je alles op de kop zien. Ja, want alles wordt weliswaar vergroot, maar wel op de kop geprojecteerd.
Hoe wordt het opgelost met een verrekijker? Nou, een verrekijker ja, ziet er zo uit. Ja, ook hier heb je weer twee lenzen. De eerste wordt weer objectief genoemd en het tweede oculair. Maar het mooiste is dat men hier prisma's gebruikt. Prisma's zijn blokken. Glas of kunststof meestal, hè, om gewicht en kosten te besparen. En deze blokken, kunststof of glas, die werken als een spiegel. Dus de lichtstraal zegt zo, ja, weer kaats die kant op, die kant op, die kant op en komt dan naar het oog toe. Groot voordeel hiervan is dat het ruimte bespaart, hè, de verrekijker hoeft minder lang te zijn. En doordat het zo verkeer weerspiegelt, ja, dus dat het één keer zo en één keer zo gaat. Voordeel daarvan is dat de lichtstraal weer omgedraaid wordt. Oftewel, het beeld wordt weer rechtop gezet. Niet voor niks is zo'n verrekijker bekend als een prismaverrekijker. Oké, daar hebben we weer genoeg optische apparaten gezien. De bril, vergrootglas, microscoop, telescoop en natuurlijk de verrekijker. En alles ten dienste van je oog. Prachtig zo. Tot ziens.